Welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit heerlijk te prutsen op zolder. Het is nog vroeg, maar het gaat vandaag heel erg warm worden. Ik denk ik ga toch nog eventjes naar zolder, zolang het nog kan. Eventjes aan de vreubel. Ik had eigenlijk mijn camera niet aan willen zetten vandaag, maar ik doe het toch. Ik ga jullie gewoon meenemen. Op de groep hadden we het laatst op Facebook, heb ik een groep Patricia's Inspiratiehoek. Ik plaats wel even een linkje daar naartoe onder in de beschrijving van deze video. Mocht jij Facebook hebben, vind je het leuk, doe gewoon gezellig met ons mee. Patricia's Inspiratiehoek is een groep op Facebook waar jij jouw creaties kunt laten zien. Eigenlijk naar aanleiding van een video van mij. Maar ik heb tegenwoordig zoveel verschillende dingen laten zien dat je eigenlijk alles mag laten zien. Dus ook wat je naar aanleiding van een andere video hebt gemaakt. Ik kan er vast wel iets in terugvinden wat ik ooit ook heb laten zien. Maar je kunt daar dus jouw creaties laten zien. En het maakt mij niet uit welke materialen jij hebt gebruikt. Wat je hebt gedaan. Of je nu kaarten maakt. Mixed media doet. Junk journals. Art journals, bullet journals. Laat het vooral zien, want je bent gewoon een ander ter inspiratie. En wees trots op wat jij gemaakt hebt. Dat terzijde. Op die groep op Facebook, daar hadden we het laatst over vellum. En daar kwam een vraag over, naar aanleiding van een live van de andere Patricia. Ik heb een naamgenoot die ook af en toe lives doet, die mij daar ook een beetje in helpt, die ook leuke ideeën heeft. En samen met Jootje Jolanda doe ik de groep op Facebook. Jolanda is mijn linker en mijn rechterhand, zeg ik altijd. Zij helpt mij overal mee. En Patricia doet dus af en toe ook lives. En er kwam in één keer vellum te sprake. Nou, er werd gevraagd, wat is vellum en wat kun je ermee? Nou, ik wil dat in deze video een klein beetje verder gaan onderbouwen. En ik ga iets leuks laten zien wat je met vellum kunt doen. Om te beginnen, wat is vellum? Nou, vellum is eigenlijk wat je vroeger perkamentpapier noemde. Voor diegenen die al wat op leeftijd zijn. Ik ben net 50. Maar ik weet, ik heb heel lang aan de hobby geweest al. Van jongs af aan ben ik al bezig. Ik heb al heel veel verschillende technieken gedaan. Ik ben een kaartenmaakster van huis uit. En ik heb vroeger nog pergamano gedaan. Pergamano, dat was, daar ging jij motiefjes maken op perkamentpapier. Je ging met zo'n opbouwpen, zo'n embossing pen. En ik heb hier nog, hier zit zo'n klein rond puntje aan. Nou, deze is wel heel klein, maar je had ze in verschillende maten. Daar kon jij het papier, het perkament, kon je daarmee opbollen. Je had prikpennen met 1 gaatjes, met 4 gaatjes. Je kon het uitsnijden, je kon het inkleuren met speciaal krijt. En dat werd vroeger gedaan. Pergamano heette dat. En daar gebruikte je dus vellum voor, perkamentpapier. Maar tegenwoordig worden er hele andere dingen gedaan met perkamentpapier. En ik ga je vandaag gewoon een mogelijkheid laten zien. Nu heb ik hier vellum liggen. Vellum is een perkamentpapier. Dat is doorzichtig. Je kunt er dus doorheen kijken. Eigenlijk is het deze kleur. Het is dus wit. Maar tegenwoordig kun je ook hele mooie bedrukte vellum krijgen. Ik heb hier een los vel liggen met allemaal mooie bloemen erop. En dit kun je overal kopen. Zelfs de Action heeft vellum. En vellum met mooie patroontjes. Deze met die bloemen, dat komt uit dit blok. In dit blok daar zit gewoon papier in. Maar daar zit ook allerlei kleurtjes vellum in. Wit wat bedrukt is. Maar ook wel, dit is paarse vellum. En er zitten echt heel veel leuke papiertjes in die jij kunt gebruiken in jouw projecten. En of je nu een kaartenmaakster bent, of jij maakt iets met junk journals of gewone art journal pagina's. Ik denk dat je met deze blokjes wel uit de voeten kunt en dat je daar leuke dingen mee kunt gaan maken. Een van de dingen die ik er vandaag mee ga laten zien
Dat is een specimen kaart, zo noemen ze dat. Het is in ieder geval iets wat jij in een pocket kunt stoppen, in een junk journal. Deze is nog vrij basic. Je kunt hem nog helemaal gaan pimpen zoals jij wil. En je ziet dus, dit heeft een doorkijkje. Ik heb hier een stans voor gebruikt, een die voor gebruikt. Maar misschien heb jij wel een pons. Ik heb wel een 2-inch pons, maar die kon hier niet doorheen. En mijn pons was niet sterk genoeg dat ik door 2 laagjes karton heen kon ponsen. Maar ik heb een die hiervoor gebruikt. Gewoon zo'n nesting die, een van de cirkeltjes. Hij is 2-inch in doorsnede. Dat is, even kijken of ik hier mijn centimeter nog heb. Die heb ik hier wel liggen. Deze heeft alleen inch maten, dus daar heb ik in dit geval niet zoveel aan. 2 inch, dat kun je vergelijken met iets meer dan 5 centimeter. 5,2 centimeter. Dat is de doorsnede van de cirkel die ik in dit geval gebruikt heb. En ik heb er dus kleine kaartjes van gemaakt. Je begint dus met een strookje. Dit is 12 inch bij 12 inch papier geweest. Dat komt uit die papierblokken van de Action. Dat is 12 bij 12 inch. Ik had nog een strook van 6 bij 12 inch. Daar heb ik strookjes van gesneden. Dit is 3 inch en dit is dus 6 inch. Dan vouw je door midden. Dan krijg je vierkantjes van 3 bij 3 inch. En wil je de centimeter maten? Dat is ongeveer 7,5 centimeter. Ja, dan zou je dus dat 15 kunnen aanhouden. 6 inch, dat is ongeveer 15 centimeter. Dus 15 centimeter bij 7,5, dan heb je de centimetermaten ongeveer. Dat vouw je door middel. En je kunt het gaan rillen met je rilbord. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb gewoon het papiertje gepakt. Ik heb gezorgd dat die lijntjes hier netjes op elkaar aansloten. Ik heb er gevouwen. Ik heb even een vouwbeen gepakt. En ik heb even de vouwnaad gemaakt. Wel net zo gemakkelijk. Hoef je niet altijd jouw rilbord erbij te pakken. Nou, omdat ik het mooier vind, heb ik de hoekjes even afgerond. Dus de hoekjes, die rond ik aan de onderkant af. En ik heb hier dus ongeveer in het midden, ik heb niets uitgemeten. Ik heb dat echt puur op het oog gedaan. Heb ik dus een cirkel uitgestanst met mijn stansmachine. En daar heb ik dus gewoon zo'n nesting die voor gebruikt. Je krijgt dan cirkeltjes allemaal. Gooi ze niet weg. Bewaar ze. Daar kun je vaak nog leuke dingetjes mee doen. Ga ik nog wel een keertje op terugkomen. Wat je met die cirkeltjes kunt doen. Dit is dus zoiets wat ik in die doos met scraps bewaar. Deze strook papier heb ik ook uit mijn doos gehaald met al die scraps. Dus dat zat er nog in. En dit kun je dus ook prima maken met die kleine stukken papier die je nog over hebt. En je kunt de maten aanpassen zoals jij dat wil. Misschien moet je jouw cirkel iets aan gaan passen wat jij gaat uitstansen, uitponsen. Maar daar kun je gewoon mee gaan spelen. Maak gewoon die restjes papier hiervoor op. Je kunt het allemaal gaan beinkten. Ik heb dit in dit geval niet gedaan. Ga je dat beinkten, zorg er dan voor dat jij, voordat jij het vellum ertussen gaat plakken, dat je dan alles gaat beinkten. Ik ga even kijken wat ik hiermee wil gaan doen. Ik denk dat ik voor deze mooi deze ga gebruiken. Nou, je kijkt even wat vind je mooi. Wat wil je gebruiken? Hou het er even onder. Welke vind je mooi om te gebruiken? Nou, ik denk dat ik toch voor die hoek ga. Wat doe ik dan? Ik leg hem er eventjes op. En dan pak je heel eenvoudig je schaar. En je knipt hem eventjes een beetje op maat. Je kunt het altijd nog bijknippen. Maar je knipt het even op maat. Hoe groot moet het ongeveer zijn?
Nou, je kijkt even, is dit mooi? Vind je dit mooi? Nou, vind je dit mooi? Dan ga je als eerstes die vellum vastplakken. En gebruik daar gewoon de lijm die jij daarvoor wilt gebruiken. Ik heb mijn Nuvolijm even in een andere tas. Dus ik pak even mijn Art Glitter Glue erbij. Maar niet zo heel veel uit. Welke lijm jij hiervoor gebruikt. Ga een beetje ruim om die cirkel heen. Plak vervolgens jouw vellum op zijn plekje. En waarom moet je een beetje ruim eromheen? Dat hier geen lijm tussenuit gaat piepen. Dat is gewoon jammer. Je hebt hem nu aan de voor- en aan de achterzijde. Is die mooi, want het vellum kijk je gewoon mooi doorheen. Ik heb hier die rondjes, die hoekjes vergeten af te ronden. Dus dat ga ik even snel doen. Kun je ook later doen. Die volgorde maakt niet zo heel veel uit. Nou, nu ga je dit dichtmaken. Hier aan de randjes, daar kun je wel kort langs heen. Maar zorg ervoor dat je hier die cirkel, dat je daar een beetje ruim omheen gaat. Zodat als jij het dichtvouwt, dat hier geen lijm onderweg komt. En natuurlijk, als jij lijm gebruikt wat clear opdroogt, allemaal prima. Maar ja, waarom moeilijk doen als het iets makkelijker kan? Gewoon een beetje ruim eromheen gaan. Zit het echt wel vast? En ja, en nu is het een kwestie van versieren. En ik heb hier een eyelet ingemaakt. Ik gebruik daar een tangetje voor. Ik ga even mijn doosje met eyelets erbij pakken. Even kijken welke ga ik gebruiken daarvoor. Eyelets. Ik koop de mijne bij AliExpress. En vaak krijg je er dan van die ringetjes bij. En die stop ik hier altijd bij in. Het is altijd even lastig om te pakken. Dit zijn eyelets van 5 mm en er zaten van die ringetjes bij. Die ringetjes die doe je aan de achterzijde. En ik heb daar een proefje van gemaakt. Die ga ik er even bij pakken. Ik heb hier een tag, daar heb ik een eyelet ingemaakt. En als je de achterkant bekijkt, en ik zal hem wat dichterbij houden. Je ziet hier, dat gebeurt soms, dan gaat die achterkant gaat een beetje lelijk worden. Nou, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je waarschijnlijk als jij een tang gebruikt, de verkeerde afstelling hebt gebruikt. Als jij zo'n tang hebt, die kun jij gaan verzetten. En je kunt die pinnetjes gaan verzetten door die blokjes te gaan draaien. En welke instelling jij moet gebruiken, dat hangt er vaak vanaf welke eyelets jij gebruikt. Hoe groot zijn je eyelets? Daar zijn verschillende afmetingen voor. Nu is daar wel een tabelletje voor. Ik heb dat ooit wel eens geplaatst op mijn groep op Facebook. De gebruiksaanwijzing die bij deze tang hoort, daar zit wel een tabelletje bij. Maar ja, dan moet je maar net weten of jij de juiste eyelets hebt. Ik zeg op mijn manier, ga gewoon aan het uitproberen de eyelets die jij hebt, welke afstelling jij dan moet gebruiken. En elke eyelets ja, kan weer anders zijn. En het merk eyelets wat jij hebt, kan weer anders zijn. Heb jij de eyelets van We Memory Keepers zelf? Ja, die zijn weer anders. Daarvoor is dat tabelletje wel echt geschikt. Dan kun je precies zien, als je die eyelets gebruikt, dat merk, dan weet je precies hoe je je tang moet gaan afstellen. Dit blokje kun je verzetten, maar deze kun je ook op verschillende manieren zetten. Op dezelfde manier. Je klikt dat blokje omhoog. Je kunt hem draaien op de juiste manier. Staat hij goed? Dus kijk je erin. Hij staat goed. Er staan cijfers en letters op. En dan kun jij aanzien hoe jij jouw tang moet zetten. En je klikt hem weer terug als hij op de juiste plek staat. Hier zitten twee verschillende gaatjes in. Een klein gaatje en een groot gaatje. Nou, dat heeft ermee te maken hoe dik is dit buisje. Of jij een groot of klein gaatje moet gebruiken voor jouw tang.
Dus dit kan gebeuren als jouw tang niet goed afgesteld staat. Probeer het daarom eerst eens uit voordat je echt een eyelet gaat zetten op jouw goede project. Probeer eens eerst uit hoe jouw tang werkt. Hoe komen jouw eyelets eruit te zien? Moet jij misschien nog wat gaan verstellen aan jouw tang? Hier heb ik niet zo'n achterkantje gebruikt. Hier heb ik wel zo'n achterkantje gebruikt. En dan zie je gewoon mooi dat die achterkant heel netjes is afgewerkt. Dus ga je ergens een eyelet in maken en moet die achterkant ook netjes zijn. Dan zijn die ringetjes gewoon ontzettend handig. En veel dus... eyelets die je koopt bij AliExpress, daar komen van die ringetjes bij. En ik heb hier nog wel zo'n zakje liggen. Deze zakjes zitten er dan bij en daar zitten dan al die ringetjes in. Dus je krijgt dan een zakje met eyelets en je krijgt zo'n zakje met ringetjes. Dus heb jij ook wel eens eyelets besteld bij AliExpress en vraag je af waar die ringetjes voor zijn? Nou, die zijn dus voor de achterkant. Nou, ik ga even kijken. Ik ga hier in de hoek, daar ga ik een gaatje maken met mijn tangetje. Daar wil ik die eyelets doorheen hebben. Dus de ronde kant, dat is de goede kant. Die achterkant, dat is dat buisje die steekt aan de achterkant uit. Daar overheen doe ik dat ringetje. Nu zie jij op die tang hier, ik weet niet of het helemaal zichtbaar is, ik denk het wel. Daar zie je een uitsteekseltje. Die moet je door dat buisje heen stoppen. En deze kant is wat gladder, die andere kant. En dat moet je aan de achterkant houden. Nu vind ik het prettiger om de tang zo te houden dat dat buisje, dat uitsteekseltje aan de onderkant zit. En dan knijp ik mijn tang dicht en knijp ik dus de eyelet erop. En nu heb ik hem aan de achterkant en aan de voorkant heb ik hem gewoon netjes afgewerkt. En dat is mijn manier om die eyelets te zetten. En waar kun je eyelets voor gebruiken? Je kunt hier iets doorheen doen zoals ik hier heb gedaan. Maar je kunt dit ook als decoratie gebruiken. En dit zijn ronde eyelets. Maar ik heb ook eyelets met in de vorm van een bloemetje, een sterretje. En ook die kun jij kopen. Ook bij AliExpress zijn ze wel te koop. Maar ook bij de hobbywinkels kun jij gewoon doosjes kopen met eyelets in allerlei leuke vormpjes. Voor babykaartjes met een heel leuk speentje. Ik heb dat vroeger, heel vroeger toen ik nog een webwinkel had, heb ik dat veel verkocht. En werden eyelets veel gebruikt in scrapalbums. En tegenwoordig worden de eyelets nog steeds gebruikt in scrapalbums, maar ook in junk journals om er allerlei leuke versiezeltjes mee te maken. Ik heb nu een stevig gaatje gemaakt. Ik kan hier iets doorheen gaan doen. En ik heb hele leuke bedeltjes. Ik heb er al een jump ringetje, zoals ze dat noemen, aangedaan. Dit is zo'n ringetje wat je open en dicht kunt doen. Ik heb hem al gesloten, maar ik zal hem even openen. Als je zo'n ringetje wil openen, twee tangetjes. Ik heb hier een gebogen, maar het mogen ook twee rechte tangetjes zijn. Twee platback tangetjes, zoals ze noemen. En je doet het in tegengestelde richting. Dus op deze manier, de ene doe je die kant op en de andere tangetje de andere kant op. Dan open jij jouw ringetje en op dezelfde manier, maar dan in tegengestelde richting, ga je het ringetje ook weer sluiten en zit het ringetje gelijk goed vast. Soms is het een beetje heen en weer bewegen, net zolang tot het ringetje gewoon goed gesloten is. Maar als jij die beweging maakt, dan trek je het ringetje niet uit elkaar en kun je het ringetje altijd weer netjes sluiten. Soms is het een beetje dus heen en weer bewegen. Maar uiteindelijk zal jouw ringetje goed sluiten. Nou, en dan kun je er een paperclip aan doen. Je kunt er een bulbpin, zoals ze dat noemen. En ik zal er even eentje pakken.
Ook die kun je bij AliExpress kopen. Tim Holtz heeft ook de originele. Dit is een bulpin. Dit is een soort veiligheidsspeldje. En er zit een heel raar buikje aan. En deze worden veel gebruikt. En het zijn ontzettend leuke speldjes. En daar doe je zo'n bedeltje doorheen. En dan kun je hem eenvoudig bevestigen. En dan draai ik hem altijd even om. Kun je hem eenvoudig bevestigen aan jouw eyelet. En dan heb je een versierseltje aangebracht. Je zou hier ook zo'n versierde paperclip nog op kunnen zetten. Je kunt hier allerlei plaatjes op gaan plakken. Wat jij eigenlijk maar wil. Wat jij mooi vindt. Dat kun je ermee doen. Ik ga even mijn lijm even weer dicht doen. Ik ga nog zo'n kaartje helemaal afwerken. Ik heb hier een bakje. Deze heb ik gekocht bij Zeeman. Als je bij Zeeman kijkt, bij die keukenafdeling, zoals ik het noem, daar vind je allerlei bakjes. En daar heb ik deze gevonden. Langwerpige bakjes. Dit is de hoge variant. Je hebt ook nog een lagere variant. Maar ik heb gekozen voor de hoge variant. Er zitten allemaal losse bakjes bij. En in die losse bakjes heb ik al die kleine snippets gedaan van de Tim Holtz. Hier zitten field notes in en de snippets curator. Allemaal kleine plaatjes heb ik daarin gedaan. Hier zitten de number strips in. Allemaal kleine nummertjes, allemaal van Tim Holtz. Nou, zo heb ik nog een bakje van dat met allemaal labeltjes erin. Dat was een digikit, die heb ik allemaal uitgeknipt. En op die manier heb ik al die kleine onderdeeltjes netjes gesorteerd. En kan ik dat naast me neerzetten. En op die manier kan ik dus deze kleine dingetjes gaan versieren. Maar ik heb hier ook nog allerlei kleine onderdeeltjes liggen. Dit is allemaal van die peperstrips wat ik over had gehouden. En meestal doe ik dat wel ergens bij in. Dit is allemaal van Tim Holtz, dus dit mag wel ergens bij in. En dit kun je ook als versiering gaan gebruiken. Je kunt dus al die kleine stukjes papier erop gaan doen. Je kunt ook gaan stempelen. Dan zou ik wel, voordat je dat vellum erop gaat doen, dan zou ik vast gaan stempelen. Dan kun je ook van de kantjes af gaan stempelen. Dus voordat je dat vellum erin gaat doen, kun je gaan stempelen. Je zou met embossingpoeder kunnen gaan werken, dat jij gaat stempelen en embossingpoeder gaat gebruiken, zodat je wat extra structuur. Je zou een structuurpasta kunnen gebruiken om versierseltjes aan te brengen. Je kunt hier echt alle kanten mee op. Wat jij maar mooi vindt, wat jij maar thuis hebt, dat kun je gebruiken. Misschien heb je wel leuke mastencils waar je nog wat inkt doorheen wil gaan doen. Alles maar om te versieren, om jouw kaartjes wat mooier, wat interessanter te gaan maken. En je kunt het natuurlijk ook bijpassend gaan maken bij jouw project waar je op dat moment mee bezig bent. Ik ga hier heerlijk mee aan de pruts. Ik ga hiermee verder. Ik ga nog een aantal van dit soort kaartjes maken. Aan het eind van deze video vind je wel wat foto's terug ter inspiratie. Dan weet je in ieder geval hoe ze uiteindelijk geworden zijn. Maar je weet in ieder geval hoe ik ze heb gemaakt. Het is echt niet moeilijk. Pas gewoon je formaat aan. Pas het aan het papier wat jij nog thuis hebt. Je hoeft hier geen nieuwe velle papier voor te gebruiken. Gebruik hiervoor jouw restjes papier. En maak hier leuke kaartjes mee. Je kunt het in een pocket gaan doen van een junk journal. Maar hoe leuk is het om een mooie kaart te maken. En om dit extra als versierseltje erin te gaan verwerken. Je kunt hier alle kanten mee op. Dus het is echt niet alleen een projectje voor mensen die met junk journals bezig zijn. Dit was het voor vandaag. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen? Zet ze er ook in. Ik vind het geweldig om allemaal te lezen. Dank je wel alvast ervoor. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Wat we dan gaan doen, we zien het vanzelf. Voor nu, dank je wel voor het kijken. En graag tot snel. Tot de volgende keer. Doeg!